Oh, hij is niet opgeladen trouwens. Oké, nou, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vandaag is... Wacht, even kijken of ik dat kan zien. Even over Kevin's hoofd heen. Het is iets lichter al, maar het is niet super weer. Op ene gaat het weer los. Oh. Dus onze plannen zijn changé. Nou, we hadden nog niet echt plannen, want we hadden geen idee hoe wat het weer zou doen. Maar we gaan naar Schloss Neuschwanstein. Daar gaan we straks naartoe. We zijn nu lekker aan het ontbijten met, nou ja, dat niet, maar broodjes, eitjes, sap. Nou, we hebben het geprobeerd, maar was niet meer lekker. Was niet meer lekker. Nee. Met super muziek op de achtergrond. Jij namen lacht. Nou, doei. Doei, doei, doei. Zo. Wij zijn aangekomen bij Schloss Neuschwanstein. Schloss Neuschwanstein. Het is nu nog ver, dus dat... Nou ja, daar is hij, maar dat filmen we nog wel dichterbij, want... Het is nog wat ver. Maar hier links is ook een mooi kasteel. En het is hier druk. Ja. Dat zou je niet zeggen op dit stukje parkeerplaats, maar dit is ook de laatste parkeerplaats. Heel... Superleuk. Disney kasteel. Hij is dichterbij. We komen nog dichterbij. Zeker. Maar dit is mooi. Ja, dit ziet er wel heel mooi uit hoor. Het is net een sprookje. Er was eens. In een ver, ver land. Precies. Ver, ver verleden. Once upon a time. Tussen de bergen. Hoog, hè? Best een klim was dit ook, hè? Ja. Ik ben af op de andere kant kijken. Andere kant? Oh, van de natuur. Van de natuur. Bizar, hè? Ja. Ja, precies, dat denk ik ook altijd. Dit is handig. Ja, vanaf hier wordt het lastig. Ja. Dit mogen jullie hebben. Ja, het verschil, hè? Wel heel rustgevend, maar niet zo in. Ja, nee, in effect is het misschien een beetje leuk. Bombastisch. Bombastisch. Tada! We zijn er nu echt voor. Daar lopen de gebies. We gaan even naar de voorkant van het kasteel. Echt, 1886 is hij dood gegaan, maar het is daarna wel meteen een toeristische attractie geworden. Oh, wauw. Oké. Okay. Dus in 1890 was dit dus al een toeristische attractie. Nou, zie je die vrouw al met die hele grote jurken rondlopen. En... Zie je? Een uitzichtpuntje. Het is heel grappig, want hier is het Duitsland. Ja, het is al Duitsland waar we in staan eigenlijk, maar Duitsland is heel vlak. En dan, bam. Mountain. En daar is een heel mooi kasteeltje ook. Dat staat er ook wel heel mooi hoor. Dat is het vergeten. Zie je hem? Ja toch? Kijk ook. Naast die rode? Ja. Zou dit kasteel... We staan te wachten voor de brug. Daar. Jezus. Als het zo inzoomt is het helemaal mierenmassa. Het is net een soort van Disneyland attractie. Eerst het Disney kasteel. En nu staan we te wachten voor de attractie van het... Oh, mine Goethe. Het is lekker druk. En daar is een soort van teller van de hoeveelheid mensen. 154 mensen staan nu waarschijnlijk op die brug. We hebben wel vertrouwen in die brug, moet ik zeggen dan. Kevin. Don't joke. Dus ik film zo als we erop staan. Over 55 minuutjes. Nou, we staan met regen op de brug. Daar is hij dan. Oh, oh god. De brug beweegt. En als je weet hoe hoog wij staan, is dat een ding.
Het is niet oké, maar heel mooi. Ziek mooi. Nou, ik ga even selfie staan doen. Zo. Goed vasthouden. Inzoomen op mijn neus. Ja. Staan we dan. Super mooi, ja. Oh. Oei, oei, oei. Nog één keer inzoomen. Stel scherp. Beautiful. Of niet? Het ging goed hoor. Wij lopen naar beneden. Langs een super mooi bospad. Stenig. Stenig bospad. Een roetsig pad. Af en toe gaat er een enkeltje de andere kant op, maar het is wel heel mooi. Het is zeker mooi. Blauwe lucht. Leuke sfeer. Leuke sfeer. Lekkere geur. Ja, heel mooi. I love. Maar ken je dit ook dan of niet? Dit is in Haiterwang zijn we nu. En dit is waar we zaten toen ik, ja wat was ik, 15 of zo? Toen keken we hierop uit. Op dat bergje. Tegenlicht bergje. Staat hier weer donker. Als het licht zet, dan gaat hij heel erg haperen hoor. Oh. Nou hier. En daar is de infamous trampoline. Daar zaten we elke avond op. Met de jeugd. Daar heeft Mike's vriendinnetje ontmoet. Superleuk. Nou, gaan we nu naar de Haiterwangerzee. Daar zit onze taxichauffeur. Hallo. Hallo. Nou, we zijn bij het volgende puntje. De Haiterwangerzee. Dat zal ik straks even wat mooier als we nog wat dichterbij zijn filmen. En we gaan natuurlijk even voelen. Puberale Steve herinneringen. Building up anticipation. Nou hè. Wow. Wow. Ja. De Haiterwangerzee. Hier gingen wij het water in. Jol. Nee, dat had je nou niet verwacht hier, hè? Ik ga zo ook even voelen. Het is ook zo'n gekke kleur blauw, maar ik vind dat altijd heel mooi. Alsjeblieft, val niet. Nee. Nee, hè? Nou, dat hebben wij toen ook gedaan. Want het is niet koud, het boeit niet. Ja. Ja. Ik val wel mee hoor. Ja, wie weet was het toen kouder. We zijn er toch op de heen gegaan. Het zit door twee kleine kleutertjes. Met hun handjes in het water. Te genieten. Te genieten. Ze gaan zo meteen een zandkasteeltje bouwen. Mooi hè, dit kef. To be left outside alone, when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels. To be left outside alone, to be left outside alone. Zijn we weer. We zitten in het liftje naar boven, want we wilden eigenlijk gaan rodelen. Maar dat mag niet. Door heel veel, door het slechte weer. Door het slechte weer. Kijk maar. Mag het niet. Kijk maar. Nee, hij is dicht. Hij is dicht. Hij is nat. Nog steeds dan. We weten niet wat de rest van de dag heeft gedaan. Dus we maken gebruik van ons zettinket. Gewoon even lekker een liftje in. Een stempel zetten. En een liftje terug. Thank you.
Ik denk dat nu al alle bedieners en zo van de auto. Oh, verkeerde kant op. En toen kregen we service aan huis. We zijn even naar beneden gelopen, beneden, naar het restaurant van Jeroen en Laura. Om eten te bestellen. Gewoon af te halen eigenlijk. En toen zei ze, nou, is helemaal goed. We brengen het wel boven. Dus we hebben nu het lekkere voorgerecht wat jullie eergisteren hebben gezien. Met de voorgerechtjes en een pizza, een hertenpizza. Super lekker. En het werd gewoon naar boven gebracht, naar binnen gebracht. Wel met de snelheid van de hoge snelheidslijn. Ja, het was echt zo, oké, hoi, doei. But they did. But they did. Super leuk en lief. Ja. Dus, essen sie schmechlich. On board duty. Einde van de dag. Ja. Yeah. Ja. We hebben nog spelletjes gedaan hier. Ja. Aan deze tafel. 30 seconds, weer lekker gelachen. Het is goed dat de tafel nog heel is. Nou, het was eerder glas die dan stuk zou gaan. Ja. 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 Ik zou maar niks zeggen, want jij bent de enige die vandaag wat heeft opgegooid. Ja, jij bijna. Ja, maar dat is niet helemaal. Dat is wel goed. Ja. Nou. Dat. Gaat lekker. Slaap lekker. En tot morgen. Doei!